De stichting Pro Humaniteit heeft gisteren het startsein gegeven voor haar landelijke leescampagne Geletterdheid. Dit vond plaats in het Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam. De leescampagne wordt georganiseerd in samenwerking met andere organisaties. In het kader van de campagne zal de stichting educatief materiaal dat verwerkt is in boeken, audio en audiovisuele vorm aan 36 scholen in Kommerwijnen schenken. Al vanaf 2007 strijdt de stichting samen met andere partijen tegen ongeletterdheid. Momenteel creëren ze een website bestemd voor jongeren, ouders en verzorgers die hun leesvaardigheid willen verbeteren. Oud-docent Margot Kramp, die co-founder is van de stichting, zegt dat ze al vanaf haar 9e bezig is met het scholen van analfabeten. Met inspecteur Polak. En ik moet ook zeggen, Stichting Suzet, waar ik directeur van ben, hebben we het gepresteerd om Kommerwijnen op nummer 1 te krijgen, landelijk, wat schoolprestatie betreft van de lagere scholen. En toen kwam er een periode waarop je niet meer op af kon gaan en geld moeilijk was, whatever. Maar Kommerwijnen presteert het nog steeds. Richting tweede, derde plaats. Als je wortel geschoten hebt, gaat het vanzelf. En ik ben trots op Kommerwijnen. Daarom hebben we weer voor Kommerwijnen gekozen. En nog één reden, die Gotong Royong zit sterk in Kommerwijnen. Samen sterker. Astrid van Eer heeft namens de Stichting Kankerdiagnostiek en Preventie in Suriname haar boek De T van Takrusiki en de K van Kanker gedoneerd aan de stichting. In dit boek bespreekt van Eer de taboe van kanker in Suriname. Bij het begeleiden van patiënten zijn we tot de ontdekking gekomen dat wanneer je met de mensen praat, en meestal krijgen we de patiënten via de kankerpatiëntenverenigingen, en dan blijkt dat wanneer je ze vertelt over die ziekte, je begeleidt, de vragen die ze stellen, we helpen ze om hun weg te vinden binnen de medische zorg. En meestal als ik wegga, dan vraag ik aan de mensen, als ze me naar de poort brengen of naar de deur, hoe hebben uw kinderen erop gereageerd? U wil het niet geloven. 9 van de 10 keer zeggen de mensen tegen me, de kinderen weten het niet. En dat vind ik heel erg. Want als de kinderen het weten, kunnen ze hun ouders of hun oma of hun opa begeleiden. De veiligheid en vrijheid van het kind staan naast het onderwijs centraal bij deze campagne.